Zit hier met Els van Dijk. Els van Dijk die heeft een boekje geschreven, De Hunkerende Generatie. We gaan straks wat meer erover zien nog, maar we gaan even wat vragen stellen. Hartelijk welkom, Els. Dankjewel. Eerste vraag, waarom de titel Hunkerende Generatie? En kun je wat uitleggen over het boekje? Ja, dat is heel bewust gekozen. Ik schreef dat boekje in de tijd dat ik nogal veel mensen wat negatief hoorde spreken over jongeren. Ja. En ze eigenlijk een beetje afserveerden, zo van ze zijn lastig, ze zijn moeilijk, ze zijn ongedisciplineerd, ze zijn vergeetachtig en bedenk het allemaal maar. Terwijl ik juist in mijn werk met jongeren vooral verlangende jongeren zie. Ja. Dus vandaar het woord hunkeren, dat is natuurlijk best een beetje een ouderwets woord. Ja. Maar het boekje is aanvankelijk ook geschreven voor volwassenen, maar het is het hunkeren, het verlangen naar nabijheid, naar geborgenheid, naar verbondenheid. Dat is wat de jongeren tekent. Ja. En wat wij aan symptomen bij hen zien, ja, daar zit iets heel anders onder. Maar als je blijft steken bij het uiterlijk waarneembare gedrag, dan zou je misschien soms de neiging hebben om ze af te serveren. Zeggen, nou, jongeren van tegenwoordig zijn moeilijk en dat is een hele grote generatiekloof. Maar waar zit de kern van dat probleem? In onmacht. Bij de jeugd dus? Ja. Of ja. Bij de ouders? Ook. Ook. Bij jongeren zie je onmacht in hoe ga ik mijn weg naar de volwassenheid vinden? Hoe doe ik dat? Vinden ze lastig? Ga ik straks ook iets over zeggen? En bij volwassenen zie ik verlegenheid van, ik hou niet allemaal meer bij, wat in die leefwereld van jongeren gebeurt. En heel vaak krijg ik de vraag concreet van, Els, vertel ons hoe het moet. Ja, ja, precies. Je hebt een uitspraak en die is, opvoeden is geen emmer vullen, maar een vuur ontsteken. Wat precies. Bedoel je daarmee? De fout die je in opvoeding kunt maken is dat wij jongeren volstoppen met onze ideeën, met onze gedachten, met onze verwachtingen. Ja, dus die emmer vullen. Dat is die emmer vullen. Terwijl ik denk dat je ze moet uitnodigen om te leven, om te verlangen, om hun weg te vinden in dit leven. Ja. En het informatiebombardement wat de jeugd eigenlijk toegediend krijgt, hè, daar verdrinken veel kinderen in. Ja, absoluut. Geven we onze kinderen niet te veel ruimte om deze informatie tot zich te nemen? Ja, maar ook daar zie je verlegenheid. Dan zeggen moeders tegen mij, ik kan toch niet zomaar die mobieltjes af gaan pakken. Ja. Of zeggen moeders van, ja, een twitterloze maaltijd is bij ons niet meer mogelijk. Nee. Ja, dan denk ik, ja, je kunt keuzes maken, ook als gezin. En als je als gezin ervoor kiest om samen te leven, ik zeg het even bewust zo, precies. Dan is dat wat anders dan wanneer je naast elkaar, of nog sterker, langs elkaar heen leeft. Iedereen met zijn eigen apparaatjes en eigen koptelefoon. Ja. Ja, want de klacht van veel ouderen is dat ze eigenlijk in een andere generatie leven. Ze weten uit ervaring niet hoe dat het moet, omdat het allemaal nieuw is. Ja. Maar ja, kunnen we dat hun dan afnemen? Nee, je hoeft het niet af te nemen, maar je kunt keuzes maken. Ik heb nooit het probleem dat als ik met een jongere spreek, dat ze mobieltje voor zich zit. Want we hebben een gesprek. Ja. En die jongen vindt het leuk en ik vind het leuk. Ja. Dus we hebben helemaal geen oorlog over een mobieltje. Nee. De wereld van de ouderen en de jongeren mag dan erg verschillen. Maar ze hebben wel met elkaar te maken. Britse onderzoekers die zeggen, problemen van de kinderen zijn het gevolg van materialisme en rusteloos najagen van persoonlijk succes door de ouders. Ja. Onderschatten de ouders hun voorbeeldrol? Ja, die zijn vaak ook bezig met hun agenda, hun dingetjes. En nog sterker, soms merk ik zelfs dat ze niet volwassen willen zijn. Ze willen ook jong blijven. Ja. En ik denk dat de grote taak, verantwoordelijkheid die je als volwassene hebt, namelijk het overdragen van levenswijsheid. Ja. Dat vind ik een prachtige rol, dat je jongeren mee mag nemen in de vergezichten die jij zelf al ontdekt hebt. Ja. En dat je daar mee mag nemen en perspectief mag bieden. En dat vinden jongeren prettig. Maar als je ze alleen maar volgt in hun gedrag en daar afkeurende opmerkingen mee plaatst, dan krijg je geen verbinding. Nee. Heb je nog een belangrijke tip? Wat is voor jou belangrijkste tip in het opvoeden? Of was dat die je net noemde? Nou, die vind ik wel erg belangrijk. Maar wat ik zelf altijd zoek, is hoe maak ik verbinding? En dat kan ik alleen maar doen als ik weet wat de jongeren bezighoudt. Ja. Het is natuurlijk opmerkelijk. In hun beleving ben ik een oude vrouw. Ja. Ik heb het een paar jaar geleden al gevraagd. En toen zeiden ze ook, ja, u bent een oude vrouw. Ja. En ik heb tientallen gesprekken per jaar met jongeren, omdat ze daar zelf aan vragen. Mag ik eens met u praten? Ja, ja, dat schrijf je allemaal in je boek ook. Hè? Dan heb je duidelijk ook die voorbeelden schrijf je erin. Ja. Ik denk dat het een aanwinst is om te lezen. Ik dank je voor je gesprek. Zoek de positieve kanten in de ontmoeting. Ja, precies. Ja. Ik dank je voor je gesprek. Ja.